Een van de aandachtige toeschouwers tijdens Go Ahead Eagles FC Groningen is Ignacio Tuuteru. Tuuteru speelde tussen 2001 en 2004 88 wedstrijden voor FC Groningen. Ik ben hier op uitnodiging van Go Ahead als match legend, als oudspeler. En dan gelijk bij deze openingswedstrijd van de competitie van Go Ahead. Mooi tegen Groningen, twee oude clubs. Tuuteru kwam in de zomer van 2001 naar Groningen nadat hij eerder had gespeeld voor onder andere Ajax, FC Zwolle en SC Heerenveen. Tuuteru is snel en heeft de vrije doortocht naar Wapenaar en moet dus nu scoren. En dat doet hij ook. 1-1. Ik speelde dat jaar ervoor bij Heerenveen. Daar heb ik niet veel wedstrijden gespeeld. 15 wedstrijden. Dus ik ben toen door Heerenveen gehaald bij Zwolle. Heerenveen speelde dat jaar Champions League. Ze gingen er zielder rekening mee dat toen Anthony Leurling eventueel ook nog weg zou gaan. Nou, dat is mij gehaald. Nou, Leurling bleef. En zo kwam ik eigenlijk weinig aan spelen toe. En op dat moment ging Lodewegers van Zwolle naar Groningen. En die heeft mij bij Heerenveen opgehaald, zeg maar, na één seizoen. Ja. Meteen dus een goed seizoen, dat eerste seizoen. Het eerste seizoen was zeker een prima seizoen, ja. Want Tuuteru werd in het seizoen 2001-2002 clubtopscorer van FC Groningen. De kans aan voor Tuuteru en die gaat erin ook. Als er dan één ploeg moet scoren, dan moet het Groningen zijn. In dat opzicht is het verdiend. Het is de zevende van het seizoen voor Tuuteru, die daarmee clubtopscorer is bij Groningen. Ik heb ook wel wedstrijden aan de buitenkant gespeeld, maar ook achter de spits. En, in combinatie met Martin Drent en Tjurovic, waar ik ook heel veel wedstrijden mee heb gespeeld. En die ook mij veel assist heeft gegeven. Elshot. Mondero. Salman Loert en Terrellaar voorkomt de treffer niet, want Tuuteru scoort alsnog. Tuuteru kijkt met een goed gevoel terug op zijn tijd in Groningen. De sfeer in het oude Oosterpark, dat was toch wel, had toch wel iets. Ja. Een bepaalde sfeer. Is het een beetje te vergelijken met Go Ahead Eagles hier? Ik denk het wel. Ik denk, Groningen is dan iets groter. Allebei twee volksclubs in volksbuurt. Nou, Go Ahead nog steeds. En ik denk dat het alleen maar heel goed is dat dit nog kan ook, hè, bij Go Ahead. En bij Go Ahead blijft het denk ik ook nog wel zo. En het heeft wel wat. In de zomer van 2004 vertrok Tuuteru bij FC Groningen en ging hij naar Go Ahead Eagles. Twee seizoenen gespeeld en dat was eigenlijk mijn laatste club als profvoetballer. En ik heb daar nog twee jaar bij amateur gespeeld bij Roda Raalte. Waar nu Martin Drent voor mij trainer gaat worden. Ja, dat klopt. Ja. Dus, leuk.